enigszins onvoorspelbaar is Willem II wel. Hoewel, tegen ploegen als Utrecht en Feyenoord wordt verloren, maar dan ook dik. En tegen ploegen die in de buurt staan, Emmen en Sparta, wordt gewonnen. Kasper Staring, hij in de basis. Hij die begon te voetballen bij SDVB uit Barneveld en sinds zijn 14e in de jeugdopleiding van Twente zit. Rappe mannen voorin, weet ook Petrovic. Die dus in zijn vorige wedstrijd 2-0 won. En daarvoor nog gelijk speelde tegen ADO. Dus de laatste twee wedstrijden ongeslagen Willem II. En het verschil met de veilige 15e plaats is wat aan de krappe kant aan het worden. Krap in het nadeel van VVV. Ze hebben nog een voorsprong van 5 punten. Keun kaatsend meteen doorbewegen. Die doorpaf niet is. Bal voor van de linkspoot en weggekopt door Staring. Pavlidis is vanaf de linkerkant, maar kan dus wel dan met rechts. En Fried, die er heel dichtbij was, om zijn voeten tegen te zetten. Dat is allemaal gezien geweest. Serouki, richting Oosterwol. Kan hij er wat mee? Dat lijkt me wel. Inderdaad, de bal richting naar Singh. Hoofd tegen. En daar is Menig. Lepelt hem over de keeper. Maar daar kan hij nog op de nipper worden weggekopt door Van Beek. Pas voor Putsi Menig. En deze lange bal van Serouki richting Oosterwolde. Ik geloof er vol in. Net voor. Via de schouder van Narsing. Schiet hem maar. Deze is voor Muric. Owusu. Is wel lang onderweg gebleven. Owusu draait zich dan weg langs Oosterwolde. Probeert hem bij Nunnally te krijgen. Owusu prima doorzetten. Van de rechtsachter. Owusu terug. Nunnally schiet dan tegen Dumic op. Dit was een serieuze kans voor Willem II. Owusu. En weer Owusu. Het slippertje van Menig. Ook over een slippertje gesproken. Oosterwolde zit daar mis. De volgende dikke kans. Daar en mis. En dan via Staring komt die bal uit bij de vallende Nunnally. En dat is dan maar gunstig ook. Staring. Narsing. Bos. Menig. Narsing buitenspel. Narsing buitenspel. Menig doet het dan alleen. De redding van Muric. Staring. Toont hij wat lef. Oosterwolde. Staring. Komt er niet langs bij Spierings. Roemeratu. De overtreding van Spierings. Leek wat onnodig om daar de fout in te gaan. Passing. Dumic en die aardslechtste bal. Het zou niet te veel ruimte achter hun eigen laatste linie willen creëren. Voor de snelle Twente-spelers om in te duiken. Ebuehi. Over Holman, Ebuehi. Muric zit er nog even aan. Oosterwolde. Staring. Goeie actie. Narsing. Vier man van Twente in de 16. En hier Roemerato, die schuift die bal. Schuift die bal naast het doel. En dreef verder en verder af van het doel.
Danilo Bos, Narsing op scherp. En daar is de bal naar Ebouwehi. Hard voor. En daar is het bijna. Dat klopt het van Menig. Dit had de snelheid van de aanval die je bij Twente verwacht. Die je iets te weinig ziet. Staring Obu, die moet uitkijken. Dat doet hij niet. Aanwezigheid van Nunnely had hij over het hoofd gezien. Drommel is natuurlijk ver weg, logischerwijs. Pavlidis naar binnen toe. Zo begon hij de eerste helft ook, met zo'n actie. Doeltrap. Klein misverstandje achterin. Staring dacht dat Drommel dichterbij zou zijn. Roemerato. Menig. Seruki doorjagers van Jonk. Heel snel weer terug. Nou ja, niet snel genoeg. Om Roemerato van balbezit te houden. Narsing. Danilo. Paasje is goed, maar de balbehandeling van Ebouwehi net niet voldoende. Dus kan Muric redding brengen. Dat doet hij goed met zijn grote sterke lijf, Muric. Vriet. Daar gaat Pavlidis. Pavlidis en Ebouwehi. Dit is een belangrijke. Pavlidis wint dat. Kapt daar Ebouwehi uit. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar Ebouwehi op tijd terug op zijn post. En in positie. Goed meegeven. Hard voor en daar Drommel. Maar Vriet dat dichtbij is. Twee kansen voor Willem II. Menig. Het even aangetikt. Toch weer terug in de benen. En dat betekent dat er doorgevoerd kan worden hier met Ebouwehi. Narsing. Ruimte voor Seruki. Bos. Een keer door. Narsing. Moet die bal aan zich voorbij laten gaan. Dan werkt hij maar terug en scoort Bos. En is dat de 1-0. Hoewel ze bij Willem II best vinden dat er nog even gekeken moet worden naar buitenspel. Is het buitenspel Narsing? Want daar nee, want in het midden lijkt me dat Van Beek dat opheft. Dan lijkt het allemaal een geldige treffer van Bos. Dus komt Twente op 1-0. Ebouwehi er dus geblesseerd af. Natangelo Markelo is zijn vervanger. Tresor. Pavlidis. Zoekt, zoekt, zoekt. En dit is dan het schot. Hij checkt ook de klok. Seruki. Komt er niet langs. Bij Keun. Tresor. Tresor. En Roemerato. En dit is Pavlidis, die maakt hem af. De gelijkmaker voor Willem II. Door Pavlidis. En dan is dit Roemerato die een beetje pech die bal dusdanig meegeeft aan Pavlidis. Dat Willem II aanvaller. Daar waar Raad me weet. Langs Drommel. En buitenkantje rechts. Binnengetikt door Pavlidis. Dat is zijn zevende van dit seizoen. En de 1-1 is daar. Muric. Is dat verstandig, Muric? Niet heel erg. Danilo. Wie is deze? Ja, was licht voor Ilić bedoeld. Keulert, mogelijkheid voor Willem II. Overtreding is van Bos. De gele kaart is voor Bos.
Dumic. Danilo. Onder door Van Beek. Roemeratu. Menig heeft de snelheid. Holmen moet verdedigen. Dit is Danilo. Van Leeuwen moet weg. Van Leeuwen krijgt hem net niet mee. Deze bal is voor Bos. Van Leeuwen, geen controle. Vriet. De Dumic. En dan is dit Pavlidis. Op Seruki af. Trezor is ook mee. Trezor is ook mee terug. Pavlidis. En Drommel met de redding. 5 minuten krijgen we erbij. Maar hier Pavlidis dichtbij de 2-1 was voor Willem II. Joris Peters gaat nog komen bij Willem II. En die komt voor Pavlidis om duidelijk te maken dat Willem II niet op jacht lijkt naar de 2-1 winst, maar die 1-1 koesteren. Dumic. Nu, ja, Roemerato aanspelen. Die heeft daar wat ruimte. Rechts, Bos. Dan maar eens voorslingen richting Danilo. En dat was toch een aardige dikke kans nog op het einde van de wedstrijd. Om zijn 14e te maken. Willem 2 pakt een punt, want zo kun je dat toch wel zeggen. En Twente heeft toch redelijk de smoor in. Pavlidis met zijn treffer in de 81ste minuut.